dansen geeft me een gevoel van vrijheid. Dansen laat me gewoon vrolijk voelen. En ik hou gewoon van dansen. Dus. Gewoon mijn hoofd wordt helemaal leeg. Het maakt me blij. It's like your everything is going bad down and going good up. We gaan deze week een avontuur met elkaar aan en ik weet helemaal niet wat eruit komt. Het project Scalabord Bruist begint vandaag. Het begint met een groep studenten van Artes, tweedejaars dans, en een groep mensen die hier binnen Scalabord een arbeidsontwikkelingsbedrijf werken. En Miron en ik zijn collega's van Introdans die hier samen dit project gaan begeleiden. Just by dancing together, meeting together, speaking together, we understand each other a lot more. Werelden die elkaar eigenlijk niet of nauwelijks ontmoeten of zien. En wat ik heel erg belangrijk daarin vind, is dat de Scalaborezen leren dat ze er mogen zijn. Dat ze groeien in zelfvertrouwen, dat ze wel buiten hun comfortzone stappen. En daardoor ook zelf ook merken van dat ze ook andere dingen kunnen. En meer kunnen dan dat ze wellicht eerder dan denken. Je krijgt een rondleiding zo dadelijk hier door het bedrijf. En ik ga aan iedereen vragen, kijk eens goed naar welke bewegingen er worden gemaakt door de mensen die werken. For me it's important because I like dancing with people that don't normally get in touch with dance that much. I think it's nice for building a community, which I enjoy, which is like one of the reasons I dance. Hoe mooi is dat we zeg maar, van dat part van vandaag zeg maar, kunnen genieten en kunnen leren en hopelijk mee kunnen nemen naar onze journey verder. Ik ben zelf als danser opgeleid in improvisatie, dus voor mij is dat eigenlijk ook de methode en dat is eigenlijk ook een manier waarop je heel veel mensen die niet kunnen dansen aan het werk kunt zetten met dans. En ja, dat ga je ook terugzien in de goede gevierde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8. Er zijn een aantal dingen die ze gewoon uit dagelijkse bewegingen halen en dan omzetten naar dans. Zoals arbeidsbewegingen van het Scalaborbedrijf. Maar ook de letters van hun naam zitten erin. Dus een goede kijker die ziet dat wel hoe dat werkt. En verder improvisatieoefeningen die ik de hele week door al met ze gebruik. En dan bouw ik dat iedere keer een stapje verder. Totdat ze dat ook kunnen. Je kunt dit soort uitwisselingen met allerlei disciplines doen, denk ik. Maar het mooie aan dans is dat het zonder woorden is. We can see how with what simple movements or like connections in such a short time we came so close to each other. Very interesting. Wat je vaak ziet in een groep mensen, als je eenmaal vreemde mensen hebt, dan ga je toch wel met de mensen om die je al kent. En het is nog binnen 2 uurtjes, is dat helemaal gebroken en we kletsen met elkaar alsof we familie zijn. En dat vind ik echt heel cool om te zien. Vorig jaar hadden we iemand en die zat met een hoodie over haar hoofd heen. En die staat hier nu vooraan op een flashmob te dansen. En ze zegt ook, mijn hoofd is leeg als ik beweeg. En dan zie je dus die interactie tussen die Artes-studenten en zeg maar onze Scalaborezen, onze Scalaborddansers. En de veiligheid die daar in een heel kort tijdsbestek wordt gecreëerd. Welkom hier bij Introdans. We zijn hier in het Studiotheater. Dat is ook wel hoe we deze ruimte noemen. Voor studenten is dit project een enorme eye-opener. Want hoe ga je om met iemand wiens realiteit je helemaal niet kent? Voor de dansers is het helemaal normaal om elkaar te omhelzen en met elkaar ja, heel close te zijn. Maar voor bijvoorbeeld ook de Scalaborg-dansers nu, is dat toch een hele unieke ervaring. En dat zich ook bewust maken, hoe kan een beweging voelen als het alleen maar om een beweging gaat, zonder het gaat nu om dans. En dat wordt natuurlijk weer later in dans vervormd, maar dat hele pure contact vraagt toch ook een andere sociale connectie met elkaar. Everybody be up and be energetic, not following like I have to push this person in the back or I am pushed, I'm the victim of this Adriaan who's making me doing this. No. Try to be upright and make something of it. Okay, party version coming up.
De vrolijke versie. Yes, that's the spirit. Chassés. Arms. Yeah. Dus ik doe oefeningen en eigenlijk gaan die een beetje uit van de ballroomhouding. Die zie je op een gegeven moment ook. Dan zitten ze met elkaar in een ballroomhouding. Dus je houdt elkaar zo vast. Het kan ook om de schouders zijn. En met deze hand dan is er voldoende ruimte. En als je daar dan mee gaat spelen, dan gaan mensen zelf binnen hun grenzen wel kijken wat ze daarmee kunnen doen. Want ik ben ervan bewust dat dat niet voor iedereen zo vanzelfsprekend is als voor ons dansers om het op die manier te doen. Ik geef ook steeds aan dat mensen zelf hun grenzen daarin aan moeten geven. En dat ze ook voortdurend open zijn met daar over te praten met elkaar. Ik vond die studenten heel geweldig. Ze stonden echt daar, ze waren gewoon altijd hulpzaam. Dus als er wat was, kon je ook gewoon hun vragen of ook aan de docenten. De docenten waren ook heel lief. Wat ik heel mooi vind is dat we niet gejudged waren. Dus dat we niet, dat ze niet zo streng met ons waren. En dat het gewoon rustig op een hele mooie flow ging. Dus dat vond ik wel mooi. Nou, we zijn nog lang niet klaar, maar wat er gebeurt is al fantastisch. Van maandagochtend binnenkomen van wat moeten we hiermee? Maar je ziet het, iedereen is vrij, iedereen voelt het ook van, nou, we gaan het even fixen vanmiddag. Wat ik heel mooi vond, was de doorzettingsvermogen dat ik gekregen had. Want op een gegeven moment was ik een beetje van, ja, ik ben klaar met dit, maar toen ging iedereen bij mij en iedereen zei tegen mij, Francesca, weet je wat, je kan het, maakt niet uit, neem gewoon een tijdje pauze. Dus gewoon die doorzettingsvermogen, dat vond ik echt heel netjes en heel mooi. Dus dat kan ik echt meenemen. Ik denk dat de ontmoeting dit jaar weer heel erg geslaagd is. Voor mij als publiek. Want dat is ook raar. Hè? Je ziet het iets voor het derde jaar en dan denk je, ja, straks is er vast weer een moment dat ik ontroerd raak. En dat is altijd heel raar om vooruit te spelen op een ontroering. En toch komt hij weer. Op het moment dat mensen die elkaar ook, ze kennen elkaar pas 4 dagen, en dan zulke intieme duetjes met elkaar dansen en heel verstild. En aan de andere kant ook niet. Ik zag een danser met iemand die waarschijnlijk nooit echt opgetild wordt, heel lang in de lucht ronddraaien. Dat is zo'n vertrouwen wederzijds. Wat ik heel bijzonder altijd vind in deze projecten, het begint en het is een beetje overweldigend. En je denkt, waar gaat het naartoe? Wat willen ze nou? En ergens ineens kom je in een soort van, ja, in een soort stille wereld. Waarin iedereen in één keer zo helemaal bij elkaar is. En dat voel je in je hart. Je merkt het aan je gezicht. Klein beetje in je ogen misschien ook wel. En dat heet volgens mij verbinding. Als het klaar is, ben je zo trots. Het is geweldig. En ook daarna nog, weet je. Het heeft ook in het verleden opgeleverd dat mensen in omgeving zaten die ze spannend vonden. Hè, dus bij een detachering. En die dan wel hun zegje durfden te doen naar zo'n week. Dat ze, maar ik doe ook mee. Hoe gaan ze uit de zaal weer weg? Ja, ik denk, of ik wens hun toe dat ze dat gevoel van dat speelse en het, ja, zo'n sociale contact, het echte puurheid, dat ze dat ook in hun, ja, alledaagse, ja, training blijven onderzoeken. Of zich bewust zijn van dat is er ook.
En ik denk dat de Scala Boordansers zeker ook met een hele bijzondere ervaring hier Artes verlaten. En ik hoop dat dat niet voor het laatst is. Ja, heel trots. Dit is een hele leuke club. Dit is heel bijzonder en heel snel hoe ze dit hebben gedaan.